Nu misschien beter. Dat zal nodig zijn, denk ik, want ik zei het, het kan allemaal. En is luisteren naar Chris, hoe het bij hem was vorige week? Een stuk of 5-6, denk ik, dat ik er had. Dat is voldoende, zou het zijn in dit geval, denk ik. Oké, jongens, we gaan eraan beginnen. Spel nummer 6. Normaal beginnen we met een cryptogram van 4 of 5. Het is halve finale, we beginnen hoger. 7 letters. Meteen tegen de vlakte. Monique. Sorry. Afgrond? Nee. Chris. Omgaand. Omgaand. Ja, een omgaand schrijven. Omgaand schrijven, meteen schrijven en tegen de vlakte gaan. Omgaan. Ja. 9 letters. Door een lezing slecht geworden. Versie? Nee. Misversie? Nee. Ja, Chris. Perversie. Juist. Perversie. Door een lezing, een versie. En iemand die slecht is, is een pervers iemand. 9 letters. Het vreedzaam bestaan van een schilder. Chris van den Bussen. Stil leven. Mooi. Spreekt voor zichzelf de oplossing, maar jij moet het maar vinden natuurlijk. 9 punten scoort hij daarmee en hij neemt de leiding over. 10 letters. Zwaar bewolkt. Hans? Kunstlicht? Nee. Chris? Luchtdicht. Luchtdicht. Zwaar bewolkte lucht zit dicht, luchtdicht. 4 bij. 10 letters. Geen voorstelling of een voorstelling. Chris? Toneelspel? Nee. Hans? Toneelstuk. Toneelstuk. Kan je die even uitleggen, Hans? Ja, als een voorstelling is een toneelstuk, ja. Maar als het toneelstuk is, dan is er geen voorstelling. Zo is dat. 12 letters. Riskeren nudistenparen. Riskeren nudistenparen. Ja, Monique. Blootstellen. Prachtig. Blootstellen. Die moet je dan ook even uitleggen. Nudiste paren zijn bloot te stellen. Bloot te stellen, ja. Een stel, een paar bloot te stellen. En iets riskeren is zich bloot te stellen aan iets. Ja. Je hebt nu weer de leiding. 137, 133 voor Chris en Hans heeft 96. Kan. 12 letters. Wasdag. Groeiperiode? Ja, het was wachten op nog meer informatie. Die O heeft hem het gedaan. Een groeiperiode. 3 punten. Ruimte voor meer geld. Ja, Monique? Opslagplaats. Mooi, opslagplaats. Een ruimte, een plaats en als je meer geld wil, moet je opslag vragen. Een collectebus. Geldtransport. Geldtransport is goed. Een frisdrank van 13 letters.
Monique. Koelvloeistof. Nu komt het toch op temperatuur, hoor. Inderdaad. Koelvloeistof. Ja, wat de vorige keer niet zo goed ging, gaat nu bijzonder goed. Maar ik heb er nog wel een paar. 1, 2, 3, 4 heb ik er nog. Sportaandoening. Hans? Voetbaluitslag. Ja, voetbaluitslag. Uitslag krijgen en een aandoening. Is goed. Die dief zingt mee op vastenavond. Chris? Carnavalskraker. Goed, carnavalskraker. Die dief, iemand, een kraker dus, hè, vastenavond, carnaval. Nog twee dus. Die atleten gaan van hun stokje. Ja, Chris. Estafettelopers. Is goed. Estafettelopers. Even de stand bekijken, want ik heb er nog maar eentje. 108, Hans, die mag het vergeten. Chris 154, Monique 166. Dat zijn, als ik goed kan rekenen, 12 punten verschil. Ja? Ik heb hier het laatste cryptogram liggen. Dat telt 16 letters. Stilte overal, want dit is beslissend voor onze eerste finalist of finaliste. Hier gaan we. Gebruik maken van tolwegen. Ja, Chris. Betalingsverkeer. Maar het is te laat. Maar het is goed. Betalingsverkeer. Jongen, jongen, jongen. Net zoals twee weken geleden. Maar deze keer is het Monique die het pleit hier wint. Even overlopen nog. Hans 108. Chris 163. En amper 3 puntjes meer. Maar het is genoeg ook weer deze keer. Proficiat Monique Duurlo. Als we afscheid nemen in een halve finale, dan doen we dat iets krachtiger qua prijs ook. Ik moet afscheid nemen van Hans. Ik moet ook afscheid nemen van Chris. Dat is jammer, hè? 3 punten. Hadden we een execo gehad, hadden we nog iets bij moeten doen, nog een cryptogram. Zullen we opnieuw beginnen? Nee, ik zal het eens vragen, maar ik denk dat het niet zal kunnen. Nee, het is... Er wordt soms gezegd cryptogram, beslist het, maar het zijn 3 of 4 puntjes. Het kan even goed 1 woord zijn in de woordslang of in de speurpuzzel die het hem doet. Hè. Afscheid nemen is eigenlijk iets volumineuzer. Jullie krijgen allebei, als dank voor het meespelen, de nieuwe Van Dalen. Dit zijn de handwoordenboeken van Van Dalen allemaal. Fijn. Ik zeg wel nieuwe, maar we bestaan al een tijdje natuurlijk. Frans, Nederlands zag u daar en al de rest. Een hele boekenkast vol. Bedankt, heren. En we hebben al 1 dame voor de finale. Dat ziet er goed uit. Monique Duurlo. Je hebt een patent op dat soort finales hier, hè? Altijd nipte, ja. Ja. De vorige keer was het 1 punt. Nu zijn het er 3. En in de finale heb je al... Het is toch aan het stijgen, hè? Het is aan het stijgen, ja. Volgende keer 5 dan of zo. We hebben voor jou ook een prijs, uiteraard. Monique, ik heb het al een beetje gezegd. De fameuze PC krijg jij zomaar eventjes mee naar huis. En dames en heren, u kan diezelfde PC ook winnen, want bij uw dagbladhandelaar kan u het wedstrijdformulier gratis aanvragen, een beetje speurpuzzelen en dan wint u ook die fameuze PC. Hier is hij. U heeft nog tijd tot woensdag 6 januari om in te sturen. En nu maken wij een klein beetje tijd om met Monique het eindspel te spelen waar nu een iets langere reis in zit. Ja, Monique, met heel de steun van Goor Eind. Doet deugd, hè, als ze zo'n applaus. Ja, dat doet deugd. Oké, okay, laat nog eens horen, Goor Eind. Okay. Ja.
Dit is wel even relaxter, denk ik. Het grote werk is gebeurd. Je bent onze eerste finaliste. Je krijgt dit al in elk geval mee. Een mini-exemplaartje van waar je nu op zit. Ik zei het, een iets langere reis. Laten we eens gaan kijken waar de reis heen leidt. Dat is Costa del Sol. 8 dagen voor 2 personen. Daarvoor moeten we hier presteren. Lijkt mij geen probleem te zijn. Zeker niet nadat wij een paar hulpletters hebben aangebracht. Daar zijn ze. 45 seconden. Ik wacht op u. 1. Halstarrig. Koppig. Ja. 3. Nageslacht. Kroos. Ja. 5. Zichtbare damp. Lassen. Ja. 7. Overdekte gang. Galerij. Ja. 9. Bergbeklimmer. Alpinist. Ja. 2. Boom. 4. Bouwstijl. Gotiek. Ja. 6. Onderwerp. Thema. Ja. 8. Spelers. 10. Vaktaal. Jargon. Ja. Plotseling is het woord. Ja, plotseling is het woord, inderdaad. Inderdaad. Ik wou het net gaan zeggen, concentreer je op het woord, maar dat deed je zelf wel. Ik vind dat je zeer intelligent speelt door dit spelletje. Elke 2 letters en dan het eerste en het laatste, zeer belangrijk. Oké, we gaan de rest nog eens invullen voor de sport. Op 2, een boom was een populier. Op 8 hadden we spelers, dat is ludiek. En al de rest was ingevuld, dus geen enkel probleem, plotseling. 8 dagen Costa del Sol, Monique. Ben je vrij op 1 maart, maandag 1 maart? Ik zal het in elk geval vrijmaken. Ja, het zal wel moeten, want dan speel jij de finale. Je bent onze eerste finaliste. Ik hoop dat het jou even goed gaat, het even spannend maakt dan als hier vandaag. Oké, proficiat. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Tot volgende week.